Hi. Dat je denkt, oh jee, dadelijk zit er iets in mijn kop. Toch een beetje, jij sloopt een iPad. Dat is een hele goede morgen. Zoals je ziet heb ik nog mijn slaaphoofd opstaan. Het is dinsdag. Het is rot weer. Maar ik wil toch een plankje zagen. Ik heb namelijk een hele, hele grote MDF-plaat. Nu dacht ik, ik leg hem eventjes op het keukenblad. Nou, dat is dus niet zo eventjes. Want ik kan hem ook niet helemaal rechtop zetten. Want het plafond is wel hoog genoeg, maar niet voor de punt, zeg maar. Dus ik kan hem niet kantelen. En ik kan hem ook niet... Ja, ik dacht misschien hier dat wijnding even weghalen. Ja, of even wachten tot het wat beter weer wordt. Want buiten is eigenlijk sowieso al beter natuurlijk in verband met het zaagwerk. Maar ik heb een vrije dag en ik wil graag wat doen. Ik heb al gekookt en ik heb brood gemaakt. Dus dat hebben we ook allemaal al voorbereid. En zoals jullie weten ben ik graag bezig. Ik ga sowieso even wat zingen. En ik heb heel veel last van maagzuur de laatste tijd. En daar ben ik al een keer voor gecontroleerd. Toen heb ik een lange tijd van die maagtabletten geslikt. En toen dacht ik, het doet niks. En dan wil ik ook niet lange tijd zeg maar maagtabletten slikken zonder reden of zo. Dat was even een test. Maar ik heb er nu toch best wel veel last van. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat het triggert. Het zou kunnen zijn koffie en het zou kunnen zijn brood. Paprika, dat ben ik sowieso wel achter. En ik heb binnenkort een optreden. En dan wil ik toch wel dat mijn keeltje goed functioneert. Dus, dilemma's en werkzaamheden. Ik weet niet wat het gaat worden vandaag. Ik ga nog even een bakje koffie zetten. En er even verder over nadenken. A few inches later. Kunnen jullie... Zo... Welkom bij Klussen met Handige Harry. Ik kan niet beloven dat ik na deze opnames al mijn vingers nog ga hebben. Want ik ben er een beetje vanaf vandaag. Ik weet niet waarom. Misschien een beetje vakantiestemming al. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik leuke nieuwe speeltjes heb. Waar ik nog een inbussleuteltje voor nodig heb. Dus dan moet ik zo meteen even voor weg. Dit is een geleide rails. En die zet ik in elkaar. En dan leg ik die hier breed overheen. Die klem ik vast. En dan hebben we dit handapparaatje. En die leggen we dan in de rails. En dan maken we een prachtige zaagsnede. Kijk, vroeger was ik dus gelijk gewoon gaan zagen. En dan had ik waarschijnlijk iets beschadigd. En nu, tegenwoordig, denk ik eerst even na. Losdraaien. Zo. En zoals jullie wel weten inmiddels, als je een beetje mijn klussen hebt gevolgd, ben ik best wel fan van Ryobi. En dit is... dat mag wat zachter. Dit is geen betaalde... promotie of zo, maar ik vind het gewoon een heel fijn merk. Ze hebben van alles voor in de tuin. Voor het gewone klussen. Voor wat professioneler en voor de hobbyist. En ik vind het een fijn spul. En het leuke is als je eenmaal een beetje een collectie hebt verzameld, dan heb je ook genoeg accu's en zo. Je hoeft niet voor elk apparaat een accu te hebben. Dus ik heb er nu 4 en een stuk of 5, 6 apparaten. Zo. Dames en heren, 1 geleiderrails. Die leg ik dan op de plek waar ik de zaagsnede moet hebben.
Dan draai ik hem even om. Dat is misschien niet handig. Het zat even een beetje uitvogelen natuurlijk. Zoals je ziet heb ik het blad gedraaid. Even kijken, doe ik dit goed? Dit gaat naar beneden. Dan ga ik die kant op, dus dat kan. Dan gaat hij naar beneden op het rubber, dat lijkt me niet handig. Dan gaat hij naar beneden. En dan komt daar dus het zaagblad uit. En die komt nu dus precies daar op de rubberen strip. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ik ga even een instructievideo bekijken. De juiste inbesleutel voor zowel het apparaat als voor de geleiderrails. Die krijg ik nu weer terug. En de rubberen strip is langer, zodat je hem dus kan kalibreren. Dus je moet hem eigenlijk één keer, zonder dat je iets zaagt, even er langs halen. En dan zaagt hij het overtollige rubber af en dan heb je de perfecte afstand. Dus dat gezegd hebbende, denk ik dat ik weer veel te veel rommel ga maken binnen dan dat ik wilde. Nou, veiligheid voor alles. Ik wens jullie enorm veel kijkplezier, want dit gaat helemaal fout. Laten we het proberen. Dan ik had gehoopt, maar ook niet dat ik zeg het zit overal. Ja, hier een klein stukje dan omdat ik moest stoppen, omdat ik niet in één keer door kon. Ik zeg al met al geslaagd. Toch wil ik erbij vermelden dat ondanks het instructievideootje zegt met een aangesloten stofzuiger, had ik dat verteld? Ja, de stofzuiger. Dat het dan lekker stofloos is en zo. Nou, dat is dus niet. Dus ik zou toch gewoon lekker wachten op wat beter weer. Het is nu al een tijdje droog, het begint nu even wat te regenen. Dus ik wacht even, maar de volgende sneetjes ga ik toch echt wel buiten doen. De plank is nu ook iets minder groot, dus wat beter hanteerbaar. Ik teken nog even wat lijntjes af. En dan ga ik ontbijten, denk ik. Wacht even tot het buitje voorbij is. Dan maak ik de volgende zaagsneetjes. En dan kunnen we bovenop zolder het dak dicht gaan maken van de studio. Hi! Het is allemaal een beetje krap hier. En voordat ik mijn raam eruit knal. Hup. Hey, ja. Woe. Nou. Super nice. Ik laat het zo van dichterbij zien. En deze hier achter schroeven. Dit hoeft niet helemaal dicht. Want hier komen wat koffers bovenop en zo. En ook aan de onderkant sluit het mooi aan. Dan gaan we deze vastzetten. En dan gaan we dat andere stuk nog zagen. En dat doen we dan hier op zolder. Ik heb de stofzuiger alles. Ik heb een mooie grote betonnen steen. Daar kan het op liggen. Dan is het een stuk van de grond af. Voor de veiligheid dat we niet in de grond gaan zitten boren. En ik weet helemaal niet of ik dit heb laten zien. Ik heb hier van de week, want hier stond dus een staanlamp. En die ging altijd op en neer. En wat ik ook deed, hij bleef op en neer gaan. Nu heb ik dus daar de stroomkabel. Let niet op de lelijkheid, jongens. Want dat moet allemaal nog in buizen. En straks als we de zolder echt het dak gaan aanpakken en zo, komen alle stroombuizen mooi in PVC-buisjes en noem het allemaal maar op. En dan gaan we het niet zien. Maar nu heb ik dus hier een derde lamp opgehangen. Ik ga schroeven en zagen. Kijk wat mooi dit. Voorheen
maakte ik geregeld foutjes. En nu merk je wel, sowieso één, rust, meten is weten. Maar ook hoe beter je apparatuur is, hoe mooier het resultaat. En dat, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen gewoon. Nee, ik ben er echt heel blij mee. Ik ga het je laten zien. En het is echt maar gewoon pilie, simpel werk. Maar net dit stukje eruit, precies tegen de buis. En kijk nou eens jongens, hier kunnen we toch gewoon lekker wat opruimen. Ik bedoel, er past niet onze volledige voorraad aan troep op. Maar koffertjes, wat doosjes van hier en daar, kunnen daar mooi bovenop. En dan gaan we straks daarachter, van links naar rechts, volledig dressoir maken. Kast. Precies tegen de hoogte van het vensterbankje. En dan kunnen die twee kasten daar weg. Zo. Eentje gaat dan in naar het washok. En die andere die komt vrij. Misschien verkopen. Misschien gaan we nog iets anders leuks voor doen. Dat zien we dan te zijn de tijd alweer. Lekker dit. Lekker bezig. Zeg tegen mezelf. Lekker bezig. Ja. Ik heb zelfs spinnenweb aan mijn pet hangen. En stof in mijn neus. Pff. Ik heb hier een hele hoop leeggehaald. Opnieuw opgeruimd. Die kast stond eerst daar. Dus daar heb ik alles weggehaald. Die kast is alweer weg. Die staat nu hier. Ik haal allemaal wasspullen erin. Ik moet hem alleen nog wel eventjes met twee beugeltjes daar vastzetten. Want het is zo'n kast dat als de deurtjes open gaan, dan komt hij naar voren vallen, want die deuren zijn vrij zwaar. Dus dat ga ik nu even fixen, want dat is wel belangrijk. Ik heb ook een hele hoop dingen gevonden, dat kan weg. Nog het een en ander aan tassen te koop gezet. Hier is ook lekker leeg. Lekker opgeruimd, daar word je blij van. Ik wel tenminste. Rust in huis, rust in mijn kop. Zo werkt het toch? Ja, vind ik wel. Dat ga ik weggooien, wasmand. Deurtje komt dicht. Ik ben benieuwd wat René er zo van gaat vinden. Wat ook nog een handige tip is, spreekt eigenlijk voor zich, maar ja, you never know. Even de accu's eruit gehaald van de power tools. Als je een klein in huis hebt rondlopen, en dat hebben wij, dan komt hij niet heel vaak op de zolder. Maar je zal net zien. Moet je er niet aan denken? Precies. Nee hoor. Ik wilde je gewoon even wat laten zien. Hoi meneer. Ja, is die doos nou gewoon te groot? Nee, hoezo? Dat past dat ook. Dat die schuin staat. Oh nee, dat is gewoon omdat ik... ik denk, ja echt, gaat die nou niet passen? Ja, super toch? Ja, denk het wel hè? Ik denk eigenlijk dat als we dadelijk misschien dit dicht hebben, ja, dat het misschien mooier is om hem zo te zetten. Maar dat is... Dan loop je niet gelijk zo tegen een... Ja. Maar ja, beter toch? Ja. En die spullen erin? Het is een kleinigheidje, maar het is gewoon handig dat het erin zit. Nou, het maakt het toch gewoon weer even wat rustiger. Ja. Dus ja. Die rollen daarboven. Ja. Ooit gaan we hier nog behangen, was de bedoeling. Ja. Ja, super. Was het zwaar? Nou ja, ik dacht ik til hem al even op. Maar... Dat ging niet met de deuren. Nee, de deuren die gingen. Dus even de deuren eruit. Zo hé. Oh, dat kan toch meer boven dan we dachten? Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Het is nog steeds wel even passen en meten. Maar ja, Hans die staat daar mooi te shinen. Ja. Ja. Ja, het is dat kleine stukje hè. Dat, Ja, maar ik heb hem dus... Want Olaf die had natuurlijk die tip... Van ja, waarom zou je hem doortrekken als je dan met dat zit? Want ik wilde hem eigenlijk tot hier doen. Ja. Dus, maar dat hebben we dus niet gedaan. Dus hij komt het hier. Maar ik dacht, die plank kan natuurlijk wel wat langer maken. Ja. En dat scheelt precies genoeg. Ja, dan heb je gewoon een soort van afdakkie. Ja. Nou, dan kan ik zelfs misschien nog spotjes hierin maken of zo. Ja. Dus hier ben ik heel blij mee. Lekker beter geweest. Ja, toch? Ja. Wie is het? Prima. Prima. Ik moet er even op starten om even gaan lopen en even gaan korten. Lange, even langer al niet gedaan.
2 weken? Nee, een beetje, anderhalf. Is het door nog wel een keer gelopen, maar gewoon met die keelontsteking en merk je gewoon toch dat je echt een heel stuk moeier bent. Niks, ik geniet gewoon van mijn van mijn overkapping. Nou ja, ik zit er lekker in, dus ik ga nog even door. Ik heb net buiten de eerste MDF-plaat op maat gezaagd voor de kast. Dat worden de lange delen, want van links naar rechts is het 4,47 meter. Dat wil ik delen door 3 kasten, dus dat is 149 heb ik dan voor gekozen. Boven, onder. Nou heb ik, dit zijn de zijkanten en ik heb daar een soort van plintjes voor de onderkant. En dan heb ik hier een, ja kom, je kan het, je kan het. Juist, daar zijn we. Heb ik een malletje gemaakt met de gaatjes, zodat ik overal weet waar de, ja, zodat je dus een soort malletje hebt, zodat je de gaatjes overal op dezelfde plek hebt. Dat je dus kunt voorboren. Voorboren doe je vooral voor de kopse kant, want anders gaat het splijten. Dus ik ga hem voorboren, dan doe ik er een beetje houtlijm op en dan een schroefje erin. En dan denk ik dat we best wel snel een eerste kastje in elkaar hebben. Voor mij mijn eerste kast op deze wijze. Dus ik ben zeer benieuwd. Weet je nog dat ik vertelde over die slang? Geen goed idee. Dat werkt niet. Maar we hebben het geprobeerd. Misschien dat Jesse er nog iets leuks mee kan doen. Voor een van zijn klus knutselprojectjes. Daarachter staat de eerste kast. Mooie latjes onder. Dan maak ik straks een plintje voor. En dan komt er daar nog eentje en daar nog eentje. Ik ben inmiddels ook bij de Bauhaus geweest. PVC buizen gehaald. Die heb ik echt wel nodig. En dan gaan we nu het stroom verder aanleggen. En een lichtpuntje creëren. En dan weet ik eigenlijk nog niet wat voor lampjes ik ga hangen straks. Ik zat zelf te denken namelijk aan iets van LED. Maar dat is voor later. Stapje voor stapje. Eerst de buizen zetten en dan stroomdraden trekken. Kabel trekken in je eentje is not an easy job, zullen we maar zeggen. Kan doen. Want hij is nu nog een beetje lelijk grijs. Daar hebben we een heel leuk kleurtje voor gekocht. Die gaat passen bij sowieso de rest van het huis. Maar ook dadelijk de rest van de kleuren voor op zolder. Dit gaat hem worden. Maar ik moet hem eerst even goed schoonmaken. Voordat we daarmee kunnen beginnen. Dat ga ik doen. Ik was vanochtend helaas toch weer niet lekker. Ik was toch weer duizelig. En echt, ik heb gewoon geen idee hoe het komt. En je springt dan toch gelijk met je hersenen weer even de verkeerde kant op. Dat je denkt, oh jee, dadelijk zit ik iets in de kop. Maar ze hebben een theetje gezet. Ik dacht, ik moet gewoon even uitgaan. En toen ben ik gaan lopen. Ik dacht, misschien als er iets van een bacterie in mijn lichaam zit, kan ik het eruit zweten. Want ik heb echt geen idee waar het vandaan komt. Maar goed, we gaan verder. Volgende project. Oh ja, zoals jullie weten doen we alles tegelijkertijd. Houdt het een beetje anders van, toch? Dat ziet er toch al een heel stuk leuker uit. Yes. En ondertussen zijn ze nog druk bezig. En er zijn mijn schoonouders beneden. Joehoe! Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor het ziekenhuis. Tijd voor een scan. Geen scan. Tijd voor een controle bij de plastisch chirurg.
Ik ben benieuwd. Dank u. Hallo. Nou, gelukkig ben ik weer beter. Ja. He, ik was gisteren helemaal niet lekker. Ik was ineens heel duizelig geworden. En ik moest eigenlijk ook een beetje spugen en zo, hè? Ja. Dus toen moest ik thuis blijven. Maar nog heel even kort, ik moet nog heel even vertellen dat ik bij het ziekenhuis ben geweest. Dat ze weer even naar mijn borsten hebben gekeken. En dat zag er goed uit. En ik sta op de lijst om voor een vervolgoperatie. Dat wist ik wel voor de extra lipofilling. Omdat een heel groot gedeelte ook nog... Dat een heel groot gedeelte ook weggaat van het vet. Dus, nou, staat op de lijst. Maar ze heeft toch een wachtlijst van een half jaar tot 8 maanden. Dus dat duurt nog wel even. Dus dat is gelukkig goed gegaan. Ik voel me weer beter. En wij hebben vandaag... popcorn gemaakt. En we gaan meester Kikker kijken waar hij in een kikker kan veranderen. Ja, we gaan movie night doen met z'n tweeën, hè? Ja, wil je dat zien? Papa die is aan het werk. En wij gaan even alleen. En we hebben heel lekkere popcorn gemaakt. Ja, ja. Misschien willen jullie ook nog wel een beetje proeven. Ja. Super. Dat is wel lastig voor hun om te proeven. Maar ik denk wel dat ze het heel graag zouden willen. Hmm. En? Hebben we het goed gedaan? Ja? Goed zo. Nou, neem jij die alvast mee? Ja. Dan ga ik eventjes drinken voor ons maken. Ja. Oké. Okay. Zo. Want het is bijzonder, hè? Proost eerst. Proost eerst. Proost. En? Zo, volgens mij is die lekker. Rustig aan, joh. Ja, wij moeten nog heel de avond. Zo, ben je er klaar voor? Nou, dat is niet netjes. Nee. Maar dan moet ze even uitkomen. Nee, je bent net oma Anja. Huh? Je bent net oma Anja. Oh. Oh. Wat ben je aan het doen? Een beetje aan het... Dexter aan het kijken. Ook in mijn oren, ja. Kan je nou een serie kijken in je oren? Ik hoef het alleen maar te horen, hè. Is dit seizoen 30? Nee. Volgens mij klasse pas 2. Of 3. Pas 2 of 3? Het is pas seizoen 3. Zijn die afleveringen 1,5 uur? Maar, ja, ik ben ook gewoon aan het opruimen. Nee, maar het is ook even verwijt. Jij vindt het altijd heel irritant als ik serieus aan het kijken ben. Nou, wonderbaarlijk. Ja, wat gaan we wegdoen, wat gaan we niet doen? Ik heb ook de bokszak al ingeacrylaat. Mooi werkwoord. Ingeacrylaat. Kijk hem eens eventjes, acrylaat daar staan, zijn te hangen. Nice. Hè? Huh? Lekker shiny. Ja, wel. Het is volgens mij vooral bedoeld dat hij ook tegen regen kan en zo. Oh, dat is wel handig hier inderdaad. Ja. Ja, je weet ja, maar nooit. Ja, je hebt het gekocht, ik vind, nou ja. Nee, ik dacht dat het gewoon een soort van finisher was. Lekker het erop. Ja, het finish het wel af. Ja. Dus. Je bent nu de spelletjes aan het uitzoeken. Nou ja, ik dacht even de spullen die hier liggen. Van, ik bedoel, misschien moeten we ook gewoon al die karaoke dingen gewoon even wegflikkeren. Ja, we hebben toen een keer een selectie gemaakt van, daar gaan we bewaren. Ja. Why, eigenlijk? Ja. Want ik bedoel, we hebben allemaal geen niet echt meer DVD's. Spelen bedoel je? We hebben de PlayStation, hè? Ja, maar we kunnen nu tegenwoordig alles gewoon online vinden. Ja, ook dat. En we hebben het bewaard. 4 jaar geleden of zo. Ja. En sindsdien staat het in de kast. Ja. Dus ik nog geen één keer
een bijna geweest dat ik eraan dacht van... Hey, laten we eens even een dvd'tje uit de kast pakken, want die hebben we bewaard. Nee. Jarenlang alles blijft bewaren. Omdat je emotionele waarde hebt of een beetje sentimenteel bent. En dan denk je, ik ga het of nog gebruiken of ik wil het gewoon niet wegdoen. Omdat je het al zo lang hebt. Maar waarom wil je het dan eigenlijk nog in je bezit houden? Ja, ik leg net de reden uit, maar het heeft geen gebruikersmeerwaarde. Het heeft geen... Het neemt alleen maar ruimte in beslag. Gezondheid. Zie je wel een dvd van Andrea Bocelli? Nou ja, dat dus. Simply Red staat er ook nog volgens mij. Dan denk je, het is doodzonde. Amy Winehouse? Ik ben moe. Snap ik. En ik heb honger. Of trek. Waarom glim jij helemaal? Omdat ik gewoon shiny ben. Bent. Ben. Omdat jij gewoon shiny bent. Ik heb helemaal niks gezegd over mijn vrouwen. Moet ik dat elke keer zeggen? Ja. Het is wel echt elke keer weer mooi. Maar helemaal on fleek, hè? Helemaal on fleek. Helemaal on the point. Ze moesten nou, zelfs bijknippen. Ja. Gewoon een schaar. Je weet hoe keen ik ben op wenkbrauwen. Ja, dat is... Het is ik hou het. Hij hangt hier gewoon een hele hoog. Die steekt gewoon helemaal uit zo. Ik weet niet of je het doorhebt, maar ik heb elke vrije minuut die ik had hier in die kastendinges gezeten. En catering. En nou ben ik moe. Ik ben aan vakantie toe. Ja, je hebt goed gedaan. En we hebben twee krasjes opgehangen. We zijn druk bij... We hebben hem opgehangen. Nou ja, jij hebt ook geverfd. Nou, daar heb ik best lang over gedaan. Ja. Moest elke keer opnieuw, maar ik ben wel ik niet, super blij. Ik weet niet of dat iets zegt over de moeilijkheid van de klus of over jouw tempo. Nee, helemaal niet. Dat ik met mijn... dat ik het gewoon goed wil doen. Jouw precisie, inderdaad. Kijk, helemaal mooie lila bokszak. Ja. En daar horen we natuurlijk bij... Wacht, schiet op. Yeah! Roze bokshandschoenen. Oh, hier! Hoppakee! Platse flats. Nee, hoe? Ja, dan moest er nog even een ander touwtje. Ja, ander touwtje en wat groter katrolletje inderdaad. Ja. Want deze is te klein voor de krachtoverbrugging. Dat is leuk bedacht, maar toch niet. Nee. Nou ja, leer je van. Jesse die deed er straks dit. Ah, kijk papa! Ski het. Ik zei, oh, dat lijkt me niet heel verstandig. Ja, maar het is toch leuk? Het is gewoon echt, ik vind het echt een toffe kleur. Ja. Treffen vond het ook superleuk. Ja, dat je het laat zien? Ja, tuurlijk. Zo van, ja, waarom moet het zwart zijn? Waarom moet hij zo... Zwart, grijs. Grijs, ja, deze was grijs. Lelijk. Ja. En nou is hij gewoon vet. Super, super nice. Wat ook erg nice is, is dat we gewoon weer een beetje zolder terug hebben. Ja. We hebben deze namelijk. Ik weet niet, voor de trouwe kijkers, een paar jaar geleden stonden deze nog in de brink. Qua kleur past het helemaal niet hier, maar we gaan ze gewoon schilderen. Straks. Ja. Toch? We zijn gewoon helemaal van, we maken het eigen, we hebben het en dan gaan we gewoon... Ja, daar een leuk verfje op doen. En precies, gewoon pimpen naar onze smaak. Ja. En de kasten zijn... nou ja, de ombouw is klaar. We moeten daar nog... daar plankjes. Hier komt dit schot in. Dat kan ik nu wel even... Zal ik even live kijken of dat past of niet? Oh, spannend.
Ja, en we hadden het ook gemeten of onze kerstboom erin zou passen, want dat is toch wel een doorn in het oog. Een derde doorn. Kaboomtsch. Ja. Oh, die komt ervoor, niet erboven. Een klein beetje bij kunnen schaven aan de andere kant. Ja, dat moet die andere ook moeten doen inderdaad. Hier, ja, want hier is hij perfect. Kijk, en dan doe ik dit zo en dan schroef ik dat er tegenaan. En dan zeggen we, I like a glove. Ja, maar bij deze, bij de binnen wordt de bovenkant open. En bij de andere krijgt hij voor kastjes. Maar bij deze is het dus vanaf boven. Bovenklep. Ja, bovenklep. Kleppie. Inderdaad. Nog genoeg ruimte om dingen op te kunnen slaan. Ja, super handig toch? Ja. En dan doe ik op de klep aan de binnenzijde zeg maar twee balken. Zodat we misschien twee balken en drie overdwars. Zodat hij genoeg stevigheid heeft om erop te gaan zitten. Mm-hmm. En dan als we dan hier die planken zo doen ook, dat we hier alle administratie in kwijt kunnen eigenlijk. Dan is het misschien wel tof om een... nee, dat kan trouwens helemaal niet. Ik wou zeggen, om die planken bovenop te doen, om het te verstevigen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet als we deze plank zo doen. Nou wel, als we hem niet helemaal door laten lopen, dus ook deze gewoon los. Gewoon hier, dus dat hij dat een zwaardere plank erop ligt, maar dat hij ook mee omhoog kan. En je zou er ook een kussen op kunnen doen. Ja. Gewoon een zo'n platte, een beetje leerachtig iets. En nu koffers pakken. Ja. Meteen leer ik licht in te... Want wij gaan op vakantie. Ja, we gaan even lekker een weekje tussenuit. Ja. Lekker naar Sicilië. Kamperen. Nou, kamperen is een heel groot woord. Maar we staan op een camping. Het is al een hele stap voor jou, hè, schat? Ik ga helemaal camping. Ja, je gaat helemaal camping. Ja. Goed zo. Dankjewel. Ik voel me ook helemaal out of my comfort zone. Ik voel me echt totaal niet voorbereid op de... Kermis. Nee, vakantie. Had je de vorige keer ook al niet. Ja, nee, maar dat is ook. We hebben gewoon geen rust om gewoon even rustig in te pakken. Kijken of we spullen hebben of... het wordt weer echt gewoon vanuit werk. Moeten we ook nog naar Tilburg. We hebben het zo zwaar. En nee, ja, we hebben het niet zwaar, maar... ja. Ja, dan gaan we naar Tilly inderdaad. Moet toch een beetje... Jij je sloopt een iPad. Echt, nou, jij sloopt een iPad, ja. Dat moet je niet even zo laten vallen en dan er niks over zeggen. Dan zitten die mensen allemaal van, oh, hij is agressief en hij slaat daar, want met de tablet op de hoofd. Oh, jij maakt het. Ik krijg een lamme arm van dat ding is zwaar, man. Even vertellen dan wat er was gebeurd. Nou, we hebben gewoon een hele strakke hoest eromheen. En dan moet je echt wel even met beleid doen. Oké. Ja, dus dan moet je wel even met beleid doen. Ja. En toen zei ik krak. Het scherm. Maar ik gok niet dat dat morgen nog gefixt gaat worden. In één dag lijkt me sterk. We hebben nu ook een dag. Misschien krijg ik een goedje van me. Ja, maar in één. Ja. Ik kan wel. Je kan het echt. Ja, ik kan niet alles. Ik kan niet toveren. Ik kan niet en de vlog maken en afspraak met Jeroen en de zwemles. Ja, maar ik kan hem wel ophalen als ik vrij ben. Ja. Maar jij moet hem alleen even brengen om te doen. Ik ga bellen. Zou wel fijn zijn. Zou fijn zijn. Zou fijn zijn. Dus ik doe die tablet in de hoes en er zat al een barst in. Dat mag er ook bijgezegd worden. Deze barst zat echt helemaal op andere plekken. Hè? Nee, helemaal niet. Het zat precies daar. Nee. En ik duw. Ja, wel. Nee, want en ik duw, zat van. Ga je nou nee zeggen terwijl ik gewoon donders goed wist waar ik op drukte? En het was precies bij die barst en toen zei hij helemaal gewoon een vingerafdrukker in. Maar hij barstte waar de barst zat, schat. Maar hij zit er nou niet tegenin. Je gaat iets zeggen waar je gewoon helemaal niet bij. Waar je niet bij. Je was er niet bij. Ik was er niet bij, maar er zat toch van rechts
van ja, van hier nog steeds van. Luister naar mij. Er zat toch van boven naar, linksonder zat er toch een streep. Dat was toch de barst? Ik weet niet of die linksonder of rechtsonder het hoekje omging of. Nee, er zat van boven naar linksonder zat er een barst. Ja. En nu zit zo. Mm-hmm. En nu zit er daar en rechtsonder. Twee barsten. Oh, helemaal door. Ja, maar dat is dan toch niet op de plek waar de barst zat? Op de plek waar de barst zat. Nou ja, anyway, maakt niet uit. Hij moet gewoon gefixt worden. Anyway, Milky Way, ja, absoluut. Ja, dus. Nou, voor je het weer gelukkig vond. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vooral drukken op de barst. Dan krijg je elke keer weer een melding als we weer iets leuks hebben geüpload. Ja, zo is het. En dan zien we je heel graag. Bedankt voor het kijken. Ciao.